Pandit Raj Kapoor Srikantopadhyay, die heeft er 100 dagen in de gevangenis doorgebracht. Nieuws van de aanhouding van de Hindoe geestelijke, dat heeft niet alleen nationaal, maar internationaal het nieuws gehaald. De pandit die werd ervan beschuldigd van een viertal zaken, maar het komt erop neer dat hij een mevrouw met wie hij een relatie zou hebben, die gechanteerd zou hebben, die achtervolgd zou hebben, maar die ook nog dat de pandit van deze mevrouw pornografisch videomateriaal zou hebben verspreid. De pandit die zegt dat hij nu het zwijgen wil doorbreken, want zijn goede naam en eer die is aan diggelen geslagen door dit gebeuren. Mensen uit de gemeenschap, zijn omgeving, zijn familie, zijn vrienden, die kijken nu allemaal vreemd op naar hem. Vandaar dat de pandit zijn verhaal deelt met TBN Prime Alert. Pandit Raj Kapoor Srikantopadhyay, u bent op 26 augustus aangehouden door de politie op verdenking van een aantal zaken: belaging, bedreiging, achtervolging, chantage en verspreiden van pornografische beeldmateriaal. Dit heeft dit bericht van u, omdat u een geestelijke bent, dat is de wereld rondgegaan. En we zitten nu bij u, omdat u zegt van dingen zijn niet helemaal zoals ze naar buiten zijn gebracht. Vandaar dat u vandaag dit wil delen met die gemeenschap. Laten we beginnen op die 26 augustus. Waar was u? 26 augustus. Vroeg. Het was 6:15 tot 6:30 s'morgens. Ik sliep. Mijn moeder hoorde getuterd hier voor de poort. En ze kwam naar buiten, ze zag politieauto. Ze is naar buiten gelopen, heeft gevraagd wat. Toen heeft die agenten gezegd, we zijn op zoek naar Pandit Kapoor. Want ik ben bekend als Pandit Kapoor. Is mijn moeder naar mij toegekomen. Ze heeft me wakker gemaakt. En ze zei me van, de politie is jou komen zoeken. Ik was gekleed in een korte broek, zonder trui, want ik was aan het slapen. Ik ben precies zo naar buiten gelopen, voor de poort. Ik stond daar en toen heeft die agent mij gevraagd wie ik ben, heb ik gezegd van ik ben Pandit Kapoor. Heeft die agent mij gezegd van u bent nu aangehouden, u mag niet meer naar binnen. Maar toen u de politie zag, dacht u al zoiets of krijgt u wel eens, omdat vanwege uw beroep, krijgt u wel eens vaker de politie hier? Nee. Ik was niet eens op de hoogte en ik heb nooit hier politie gekregen. Dus het was echt verrassend voor mij. Ja. En toen zei de agent dat u wordt aangehouden? Ja, toen heeft die agent mij gezegd van u mag niet meer naar binnen. Ik vroeg van, ik zei van waarom? Toen zei ze van, we gaan je overbrengen naar het politiebureau. Toen zei ik van, oké, mag ik een trui en mijn telefoon? Toen zei hij van, ja, oké. Heeft mijn neefje voor mij mijn telefoon en een trui voor mij gebracht? Hebben ze precies zo mij naar het politiebureau gebracht. Ja, en daar aangekomen toen? Ja. Daar aangekomen kreeg ik te horen van, ik ben aangehouden vanwege chantage, belaging, etcetera. En dat was. U schrok daarvan? Ja, toen vroeg ik de inspecteur van wie heb ik zo belaagd of. Ja, dus van wie kwam de aangifte? Ja, klopt. Toen heeft hij gezegd van zo'n familie. Toen zei ik van oké, maar er is niks aan de hand dat ik tot zover ben gekomen. Toen zei hij van, ja, u wordt zo meteen voorgeleid en we gaan je voorlopig in voor arrest nemen. Dat is goed. Ja. De persoon in kwestie, Pandit Raj Kapoor, ja. U bent op 26 augustus aangehouden.
Hoe lang kende u de persoon? Ik ken ze heel lang. Omdat ik ook pandit van die mandir daar ben op Govardhan Ghat. Dus ik ken ze heel lang. Maar februari hebben we echt contact. En waar is het contact ontstaan? Hier thuis bij u of in de mandir? Die mevrouw was aan het werk. Zij heeft mij zelf geappt. Voor een en ander te vragen, omdat haar kind ziek was. En de dokter kon haar niet genezen. Ze werd naar mij toe verwezen door een andere pandit ook. En met de kracht van de Almachtige en wat ik ken, heb ik dat kind genezen. En we hadden maar app-contact. Er zijn heel veel dingen naar buiten gekomen. Maar wat is het? Omdat we de waarheid willen, Pandiji, ja. Was het gewoon normaal app-contact, zoals ik bijvoorbeeld een app voor u zou sturen van Pandiji, goedemorgen, of was het veel meer dan dat? Nee, goedemorgen, alles goed, kind, iedereen, alles goed, ja, that's it. Niet seksueel getint of zo? Helemaal niet. Er was geen verkeerde berichten waarbij, omdat ik zelf weet, ik als een pandit, kan geen berichten schrijven, kan ook dat het per ongeluk voor een andere persoon kan gaan, terwijl ik weet. Dus zulke berichten waren er niet. En wat die gemeenschap toch wel, of wat er rond is gegaan in die gemeenschap en daarbuiten, ik zei al internationaal, zijn dat u pornografische beelden of beeldmateriaal hebt verspreid. Is er een moment geweest dat u intiem bent geweest met de persoon? Nee, omdat men heeft heel veel proberen uit te halen dat ik een relatie met haar had, intiem relatie had, maar er waren geen foto's, er waren geen video's, dus ik weet niet van waar die mensen aan zo'n beeld en aan zoiets... Wie bedoelt u met mensen? Bedoelt u de politie? Want uiteindelijk is het bericht vanuit de politie naar buiten gekomen. Ja, dus dat is ook verrassend voor mij. Van waar men zoveel berichten heeft gekregen. Kijk, ik heb wel foto's van mij en mevrouw met wie ik getrouwd ben geweest. Dus dat is iets persoonlijk van mij en mevrouw. Maar van haar weet ik niet. Ja. Hebben jullie nooit samen foto gemaakt? Nee. Foto's waren wel, zij hebben foto's van mij gestuurd, maar ik heb, zoals het verteld wordt, dat ik foto's heb uitgedeeld of verspreid, nee. Heeft die mevrouw foto's voor u gestuurd? Klopt, zij heeft voor mij gestuurd. En wat voor foto's waren dat? Wat ze deed, haar moeder was ook ziek, ze heeft haar foto's voor mij ook gestuurd, van haar persoonlijk ook heeft zij voor mij gestuurd. Van kinderen foto's hebben, heeft zij voor mij. Dus ja, deze foto's. Geen seksueel getinte foto's, een naakte vrouw of nee, zo. Nee. Niet. Nee. Die foto's heb ik niet in mijn telefoon. Ja. Maar hoe komt het daar naar buiten dat u, dat u juist die foto's hebt verspreid? Dus daarom, dat is echt verrassend voor mij. En ik wou ook heel graag weten hoe en wat. Ja. Maar ik heb wel begrepen, of ik weet wel. Als men een hele goede naam, een goede reputatie heeft, dan heb je wel mensen die dingen slecht proberen te maken. En mijn goede vrienden, mensen met wie ik heel goed ben, kijken nu mij verkeerd aan. En van, ja, hoe kan zo'n pandit, die zo bekend is, en die zo hulpzaam is, zoiets doen. Dus toen dacht ik van, laat ik dit ook op de media delen, waarbij de wereld weet hoe en wat. Ja. We gaan beginnen bij belaging. Ja. Is er daarvan sprake geweest van dit? Nou, de politie heeft mij gezegd van, ik heb er belaagd. Ik heb de politie gewoon gevraagd, wat heb ik zo belaagd? Want daarvoor had de inspecteur mij en haar geroepen
om te zeggen van kijk, die persoon is hier gekomen om te zeggen dat ik haar niet meer moet appen. Dus alle berichten, alle foto's wat gestuurd werd naar mij toe en wat ik in mijn telefoon had, had de inspecteur van Livorno zelf verwijderd, terwijl dat niet mocht. De politie mocht zelfs niet eens in mijn telefoon gaan, heb ik later begrepen. Maar ja, omdat ik eerlijk was, heb ik mijn telefoon unlocked en ik heb het aan de inspecteur gegeven. Hij heeft het zelf verwijderd. Dus voorafgaand, ik wil dat mensen dit goed begrijpen, dus voorafgaand aan de aanhouding, was u dus al eerder bij de politie met die mevrouw? Ja, zij was daar gegaan en de politie had mij opgeroepen en ik ben gegaan. Heeft de inspecteur mij aangesproken, haar ook aangesproken. Na de aanspreking heb ik er niet meer lastig gevallen en niet meer bericht gestuurd. Niks. Ja, dus geen chantage meer? Nee, helemaal niet. Niks. Hoe zit het met bedreiging en achtervolging? Zo, dat weet ik niet. Wat, met wat zal ik haar bedreigen? Waarom? Is mijn vraag ook nog steeds. Ja, in het artikel staat, in het politiebericht staat, u bedreigde haar dat u jullie relatie zouden exposen. Dat u het aan de buitenwereld bekend zou maken, aan haar man zou bekendmaken dat jullie een relatie hebben. Nee, is niet waar. Is niet waar. Want nadat de politie alle berichten van mij heeft verwijderd, terwijl zij haar berichten en foto's mocht bewaren, heb ik de inspecteur gezegd, klaar, ik ben klaar met haar. Waarmee is mijn vraag, waarmee zou ik haar bedreigen of achtervolgen of weet ik niet. Ja, of niet. Doet u dat met al uw cliënten, appberichten naar elkaar toe sturen, foto's naar elkaar sturen? Doet u dat met al uw cliënten? Kijk, mensen bellen me of appen me, omdat het heel zwaar nu is. U weet het zelf, het is heel zwaar. Om een bel te goedkopen, te kopen en te bellen, kost ook heel veel geld nu. Is appen heel makkelijk en kost weinig. Ja? Dus als mensen mij uit Nederland ook bellen of andere landen ook bellen, en als er iets is waarbij ik ze niet kan zien, dan vraag ik ze van, kan je een foto van diegene sturen die ziek is of zo? Dus zo help ik mensen ook. Maar niet dat ik naakte foto's of video's vraag waarbij diegene naakt is. Of nee, dat kan ik niet doen. U zegt, u hebt het kind van die mevrouw genezen. Was het daarna nog nodig om elkaar te appen, om elkaar te bellen? Was het daarna nog nodig? Ja, om in contact te zijn hoe het verder gaat met dat kind. Dat alleen. Maar niet dat ik voor een relatie of... Nee. Zij is zelf begonnen mij te appen, niet ik. Ik ben niet begonnen. Zij is zelf begonnen mij te appen. Wat was haar eerste appbericht? Wat heeft ze geschreven? Goedemorgen. Pandit, ik heb een paar vragen. Toen zei ik van oké, ja, mag vragen. Maar met wie app ik? Want het nummer was onbekend voor mij. Toen zei ze me van, ik ben zo'n persoon, vrouw van zo'n persoon. Zo, oh ja, dat ken ik je. Wat is je vraag? Toen heeft ze me verteld van, over dat kind. Toen zei ik van oké, ik kan jullie wel helpen. Ja. Verder niks meer. Zijn ze ooit op dit adres geweest waar we nu zitten? Jawel. Meer dan één keer? Jawel, samen met haar man. Met die kinderen. Samen met haar man, met die kinderen, zijn ze vaak hier geweest. Ja. En nogmaals de vraag, Pandit. Heeft u ooit op een bepaald moment, is het vanuit het appen, vanuit het elkaar spreken, zijn er gevoelens ontstaan tussen jullie twee? Is het veel meer dan iets geworden? Nee. Misschien bij haar wel, maar bij mij niet. Maar heeft u ooit dergelijke berichten van haar gehad? Of heeft ze ooit aanleiding...
haar wel. Ja. Van haar wel. Van haar heb ik wel berichten gekregen waarbij zij, mij ook gevraagd heeft van, om in contact te zijn, om in een relatie te gaan. Maar ik had er al door gezegd van nee, ik heb mijn vrouw. Mijn vrouw is in Nederland. En ja, om haar wil ik geen problemen met haar. Maar nu heb ik ook problemen met mijn vrouw in Nederland. Ja. Dus deze wil ik echt helemaal rechttrekken wat niet waar is. Ja. En dus u hebt het dus daarmee, u heeft er aangegeven, u bent al in een relatie. Ja. Dus u wil geen relatie met haar. Dus het is nooit meer dan dat geworden. Nee, helemaal niet. Dus wat daarbuiten is aangegeven, dat jullie intiem met elkaar waren. En dat ze op een bepaald moment heeft aangegeven niet meer verder te willen met de relatie. Toen ben u boos geworden, dus dat klopt nee, niet. Nee, helemaal niet. Mensen hebben heel veel dingen geschreven. Ik heb ook heel veel berichten van andere mensen gekregen van pandit. Wat staat eigenlijk hier geschreven? Ik zei van, ik wist helemaal niet hoe en wat. Dus daarom heb ik ook die familie gevraagd van, kunt u een afspraak voor mij maken bij u om ook op de media te komen. Maar het is veel meer geweest. Gisteren toen we spraken, ja, heeft u me gezegd op een bepaald moment, terwijl u in uw auto zat, is er iets gebeurd. Ik wil dat u dat even zelf vertelt. Ik reed richting Domburg, via Dijkveld, reed ik richting Domburg. Toen werd ik achtervolgd door haar man. Hij heeft me klem gereden voor staatsolie. Toen zag ik van, ik heb hem gelijk herkend. Hij was met een grijze ist. En toen probeerde ik te keren, want hij heeft me klem gereden. Ik kon niet doorrijden. Toen probeerde ik terug te keren via highway naar Domburg te rijden. Heeft hij mijn auto aangereden. Toen heb ik meteen de politie... Deze auto hier? Ja, mijn Harrier. Schade is daar. Ja, we filmen dat zo meteen. Ja. Toen heb ik de politie meteen gebeld. Livorno heb ik gebeld. Livorno zei, waar is dat ding plaatsgevonden? Of waar heeft dat ding plaatsgevonden? Ik zei van, het heeft voor staatsolie plaatsgevonden. Toen zei hij me van, het valt onder resort Houtuin. Je moet daar gaan. Ik ben niet direct gegaan. Ik heb naar Houtuin gebeld. Ik heb hun op de hoogte gesteld van, ik ga nu naar een kerkdienst. Nadat ik klaar ben, kom ik gelijk naar jullie. 11:11 zo ben ik naar Houtuin geweest. Ik heb een aangifte daar gedaan. In tussentijd, nadat ik klaar was met de politie te praten, kreeg ik een telefoon van die jonge vader. Die vader sprak nog met me. En ik kreeg van achteren te horen van, met een term van Mokiri, Mokapi. Alles. Goed, ik heb hem niks gezegd. Ik zei die vader van, hoor je wat hij zei? Toen zei die vader van, hou jullie je mond dicht. Ik praat even met de pandit. Mooi. Ik ben naar Houtuin gegaan. Daarna heb ik een aangifte gedaan. Een agent heeft mijn aangifte genomen. Alle foto's gemaakt. Alles opgenomen. Toen vroeg ik hem van, wat? Hij zei me van, het is nou een rototori. Want hij heeft jouw bedrijf. Hij heeft aangereden, hij is weggegaan. Oké, is goed. We gaan je bellen, heeft de politie mij gezegd. Na een week moest ik zelf bellen. Ik kreeg geen telefoon van hun. Niks kreeg ik. Ik heb zelf gebeld. Toen kreeg ik te horen van, de zaak is overgedragen. Van Houtuin naar politiebureau Livorno. Toen vroeg ik van, maar waarom? Hebben jullie mij niet op de hoogte gesteld? Waarom? Omdat eerder toen ik belde, zei de agent mij van, het valt onder Houtuin. Waarom heeft Houtuin mijn zaak niet behandeld? Waarom? Zonder dat ik op de hoogte werd gesteld, is de zaak naar Livorno overgedragen.
hadden ze geen antwoord voor mij. En later hoorde ik van ja, omdat er een aangifte via haar op Livorno is gedaan. Daarom hebben ze die zaak ook naar Livorno overgedragen. Terwijl dat niet kan. Houten moet Houten behandelen. Want het valt niet onder resort Livorno. Dat heb ik ook van de inspecteurs begrepen. Maar goed, dat is ook al voorbij. Dat heb ik ook aangehaald voor de rechter. Want dit ga ik ook niet zo laten. Mijn auto moet gemaakt worden. Heb ik voor de rechter ook gezegd. De officier is ook op de hoogte dat mijn auto aangereden is geworden door zo'n persoon. Door die man van haar. En mijn advocaat, die is ook op de hoogte. Ja. Dus ja, dat is mijn auto ook. Ja. Pandit, uw goede naam en eer, ja, dat is hierdoor ten gronde gegaan. Wat nog meer heeft u ervaren? U zegt, uw vrienden, uw kennissen en uw vrienden, die kijken u nu allemaal scheel aan. Wat nog meer? Uw familie, wat hebben jullie hiervan overgehouden? Iedereen. Mensen, week voor week pujas doen. Zelfs mijn collega's, die zeggen me ook heel veel dingen. Maar ik ben niet de enige die opgesloten ben geworden. Ik ben niet de enige. En waarom ik juist op de media wil komen of ben gekomen, is van als ik iets niet gedaan heb, hoef ik niet bang te zijn. Ik hoef niet bang te zijn. Wat niet pluis is, moeten we recht trekken. Dus ja, ik vind het wel heel jammer dat mijn... in de rechtszaal heb ik gehoord dat mijn collega van de Senatendrum, een hele bekende, heel goede pandit, heel dichtbijzijnde pandit, een klacht voor mij heeft ook ingediend bij de officier. Want die familie hebben Senatendrum gebeld, terwijl ik als pandit niet onder de paraplu van de Senatendrum valt, terwijl ik onder de stichting Senatendrum Parshat Suriname val. En zijn er van daaruit sancties getroffen naar u toe? Van Senatendrum? Nee, onder de stichting waar u valt, hebben zij sancties getroffen? Bent u nog steeds pandit? Doet u nog steeds diensten namens hun? Ja, ik hoorde ook van mensen. Ik hoorde, ik kreeg ook berichten van mensen. Van pandit, u bent niet meer als pandit. Toen vroeg ik van wie en waar hebben jullie dat gelezen of van wie hebben jullie gehoord? Ben ik een dagje naar mijn kantoor gegaan. Heb ik mijn guruji gevraagd. Toen zei hij van, u bent niet de enige die zoiets heeft meegemaakt. Totdat wij en de Binnenlandse Zaken jou niet zeggen van je bent niet meer in dienst. Mag de hele wereld heel wat vertellen. Dus ik ben nog steeds in dienst bij de overheid. En mijn stichting heeft helemaal geen probleem daarmee. Wat heeft u geleerd hieruit? Nou, ik heb hieruit geleerd. Mijn wijlen vader, die is er niet meer. Maar hij zei altijd, goed doen is heel goed, maar is ook niet goed. Want vandaag help je mensen, later gaan diezelfde mensen jou negatief over jou praten. En dat is gebeurd. Ik heb ze geholpen, niet wetende dat ik zou gebracht worden. Maar er is een God die alles ziet, die alles weet, die alles hoort en hij gaat het beslissen. De rechter heeft voor mij besloten dat ik onschuldig ben en ik mag naar huis. Ik ben nu
thuis, samen met mijn moeder, gezin, familie, mooi. En de Almachtige zal beslissen voor diegene die mij tot zover heeft gebracht, voor die vrouw, vooral samen met die agenten die met haar meegewerkt heeft, zonder namen. Voor hun gaat de Almachtige, of zal de Almachtige ook beslissen, want niemand is groter dan de Almachtige. Ik heb alles voor de Almachtige gelaten. Maar wat ik wil, dat men mij zo slecht en zwart heeft gemaakt in de media, in de publiek, de hele wereld weet over mij nu, terwijl ik een hele bekende pandit ben. Maar alles laat ik voor de Almachtige. Ik zal niemand vloeken, maar de Almachtige zal beslissen hoe en wat er zal gebeuren met die mensen.